kunt u die normen nog verder verscherpen? Tot 8 keer of 9 keer van het jaarsalaris? Nee, ik zie daar geen reden toe. Misschien wel op basis zeg maar, van klachten zoals in deze twee filmpjes. Over hoe ga je nu om met die grensgevallen. Hè? Ja. Dat je toch meer maatwerk moet leveren. Om te kijken dat mensen niet in de problemen komen. Want dat is niet de bedoeling van de Nationale Hypotheekgarantie. Die is er juist voor bedoeld om mensen af te helpen van hun restschuld. Of te zorgen, als ze dat willen, dat ze kunnen blijven wonen. Ja, als ze dat willen dat ze kunnen blijven wonen en dat u dan daar ruimhartig in bent, dan kunnen we natuurlijk billijken. Maar op het moment dat mensen die woning eigenlijk liever willen verkopen en die gewoon die restschuld vergoed krijgen, en eigenlijk ook op basis van de voorwaarden zoals die ooit waren toen zij die NHG-garantie afsloten. Kunt u dat ook toezeggen? Ja, ik wil niemand dwingen om in een eigen woning te blijven op het moment dat ze het op basis van reële normen niet kunnen betalen. Dus daar zijn wij niet op uit. Het is altijd in goed overleg met de geldnemer, met de bank, met de tussenpersoon om te kijken of er, als ze het kunnen betalen, of er een duurzame situatie ontstaat. Is dat niet het geval, dan komen de mensen gewoon in aanmerking voor kwijtschelding van de restschuld. Goed. Nou, dat is een harde toezegging. Ik kan iedereen aanraden om naar NHG toe te gaan op het moment dat mensen echt vinden dat ze in een te dure woning wonen. Dat geldt zeker ook voor de mensen die hier vanavond nog bij ons zijn in de studio. Ik dank u heel hartelijk voor het gesprek. Okay.